Welkom in het programma Wonderen Vandaag. Ik ben Simon. En vandaag wil ik graag met u spreken over het spreken in een geestelijke taal. De Bijbel noemt het spreken in tongen. En het valt onder het onderwerp van de doop in de Heilige Geest. Een paar weken geleden, nou eigenlijk een paar maanden geleden, kreeg ik van een vriend van mij, in feite het was Johannes Wijs. Hij was missionaris in de Filipijnen, in de Philippines, de Filipijnen eilanden. En hij is een Amsterdammer van geboorte en geëmigreerd naar Amerika toe. En toen heeft God hem gepakt om missionaris te worden daar. En hij heeft 18 kerken heeft hij daar opgericht. Dat is gewoon een wonder. Maar hoe dan ook, hij zond mij een heel groot artikel dat hij had geschreven over de doop in de Heilige Geest. En Adi en ik keken ernaar en zei, weet je wat, daar moeten we eigenlijk wel een programma over doen, want het is heel erg belangrijk. En waarom is het belangrijk? Wel, dat zal ik je vertellen. De reden dat iemand in een geestelijke taal spreekt is, hij brengt niet Jezus naar beneden, maar hij brengt zichzelf in een meer geestelijke positie om van Jezus te ontvangen. Je begint hem beter te kennen. Dat is het idee. En weet je, dat is zo nodig. Want het is allemaal gebaseerd natuurlijk op gelovend. Als je de Bijbel open doet, dan begint geloof, begint gewoon naar je toe te springen. Zo, het is op de basis van geloof. Zo is het ook het eerste vereiste om tongen te ontvangen of het spreken in een geestelijke taal, is dat je wederom geboren bent. Dat je van de geest van God geboren bent. En het is niet bij toeval dat in Johannes 3 daar Jezus over spreekt, over de wedergeboorte, met Nicodemus. Nicodemus was een schriftgeleerde en hij wist niet hoe hij naar de hemel moet gaan. Nou, als je nou graag wil weten hoe je naar de hemel moet gaan, moet je Johannes 3 moet je lezen en dan moet je doen wat erin staat. En eigenlijk wat erin staat, in feite de meest bekende vers in de Bijbel, Johannes 3 vers 16, zegt: God heeft de wereld zo lief dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft, dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Zo, je moet in Jezus geloven. Je moet in Jezus geloven dat hij gezonden is door God. Zie, het idee is dit. Of niet het idee, dit is de waarheid. En ieder heeft gezondigd. Dat is wat de Bijbel zegt. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. En dat is nog een keer zo. En het staat in Romeinen 3. Moet je maar opzoeken. En zo, we zijn allemaal zondaren. En God die is heilig en die kan zonde niet aanzien. Zo, er was een kloof tussen ons en God. En het enigste manier waarop die kloof overbrugd kon worden, is door het bloed van een offer. En het moest heilig bloed zijn. En sinds niemand van ons heilig was, konden wij onszelf daar niet voor opofferen. Maar God die stuurde zijn zoon om dat te overbruggen. En hij stierf in mijn plaats en hij stierf in Atti's plaats en hij stierf in uw plaats. Dat is wat je moet aannemen. Als je dat aanneemt en in hem gelooft, in Jezus gelooft, dan ben je wederom geboren. En dat is het eerste vereiste om de volgende stap eigenlijk te nemen en dat is in een geestelijke taal te spreken. Nou, een hoop mensen die zeggen, ja, maar dat heb ik niet nodig. En ik kan het er ook wel zonder doen en dat kan je ook wel. En je bent net zo goed een goede christen als je nou in tongen spreekt of niet in tongen spreekt. Maar het wil dit wel zeggen, dat als je in tongen spreekt, dan begin je, eigenlijk heb je de mogelijkheid of het gereedschap om nog dichter bij Jezus te komen. En hem nog beter te leren kennen. He? En er zijn verschillende manieren waarop je hem beter leert kennen. En dat is natuurlijk het woord van God te lezen. En een ander ding, dat is waarop je hem beter leert kennen, is tot hem te bidden. Maar ja, daar komt eigenlijk geestelijke taal ook in voor. Want er zijn bepaalde ogenblikken waarop je eigenlijk niet weet waar je over moet bidden. En als je dan een geestelijke taal hebt, dan kan je toch bidden. Want jouw geest kan bidden en zijn geest kan door jou heen bidden. En als je in een geestelijke taal spreekt, als je in tongen spreekt, zegt de Bijbel,
dan spreek je niet tot mensen, maar je spreekt tot God. Er zijn verschillende soorten tongen, maar goed dan ook. Het zegt ook in Lucas, Lucas 11, vers 13. En het onderwerp daar is bidden, het bidden. En het zegt dit hier in vers 13. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Hoeveel te meer, moet je nagaan, zegt het. Zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Of die hem daarom vragen. In de nieuwere vertaling staat het als volgt. Dat zal ik even opzoeken nog. En het zegt hier. In Lucas 11. En het zegt dit. Dus al ben je slecht. Je geeft je kinderen toch wat ze nodig hebben. Hoewel. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen. Moet je nagaan. Wat prachtig. Dus hij wil je de Heilige Geest geven meer dan wij onze kinderen geven. Goede dingen geven. Ik was een keer bij een familie en daar hadden ze een kinderkamer. En ik zei wel vertellen, er zaten twee grote kisten eigenlijk. Het waren speelgoeddozen. Hè? En die zaten vol met allemaal speelgoed. Het liep gewoon, het puilde eruit, zeggen ze dan, maar het was waar. En ik denk, ja, deze ouders die geven hun kinderen meer dan ze nodig hebben. En dan zegt hier dan, hoeveel te meer geeft de Hemelse Vader ons, de Heilige Geest, als we hem daarom vragen. Zo. Je moet hem wel vragen. En dat is wel een vereiste eigenlijk. Hè? Wat mooi. Maar ik vind dat het belangrijk is. Johannes Wijs die stuurde mij heel stuk erover. Dat hij had geschreven over de doop in de Heilige Geest. En het was zo mooi. En ik denk, nou ja, daar gaan we een programma over doen. En het is zo. In 1 Korintiërs 12, 13 en 14 wordt dat onderwerp besproken. En het is niet bij toeval dat daartussenin dan 1 Korintiërs 13 het spreekt over liefde. Zo, het is eigenlijk, als je er begint over na te denken, een gave van liefde die God ons gegeven heeft. Want God heeft ons zo lief dat hij wil ons die gaven geven. En zo 1 Korintiërs 12 spreekt over het spreken in een geestelijke taal. 1 Korintiërs 13 spreekt erover en spreekt over die andere gaven die God geeft. Maar het spreekt over liefde eerst. Dat is een van het mooiste dat er ooit geschreven is in de Bijbel. En dan 1 Korintiërs 14 heeft er veel meer over te zeggen. En Paulus die zegt, ik wil dat, of ik, het is mijn wens dat u meer in tongen spreekt dan ik. En hij spreekt in tongen, Paulus, wat mooi hè. Maar het is een beetje verwarrend eigenlijk voor een hoop mensen. Want er zijn verschillende types van geestelijke taal. Maar het is iets dat wordt gebruikt of kan gebruikt worden om jezelf op te bouwen in de geest. Dat is wat 1 Korintiërs 14 daarover zegt. Hè. En ik wil graag dat u daar ook over leest in het boek van 1 Korintiërs. En met een vraag in je hart hè, van ja, ik wil eigenlijk, Heere, dat u mij doopt in uw Heilige Geest als je wederom geboren bent. Zo, het eerste vereiste is, zoals ik al heb gezegd, is dat je wederom geboren bent. En wederom geboren is zo eenvoudig. Ik zeg het altijd maar. Je kan weten dat je weet dat je kind van God bent. En het is zo eenvoudig. En het enige wat u hoeft te doen, is om in Jezus te geloven. Dat God hem gestuurd heeft om uw plaats in te nemen. En dat is alles wat er is vereist. En dat is juist zo gemakkelijk om te doen. Ik zeg wel eens, het is zo gemakkelijk, de meeste mensen missen. Maar alles wat je hoeft te doen is hem te vragen om in je hart te komen. En dat wil ik nu met u doen op dit ogenblik.
Zo, zeg heel eenvoudig met mij. En we noemen het bidden. Maar zeg tegen de Heer. En meen het met uw hart. He, als u echt zegt, ja, ik wil eigenlijk... Het laatste programma dat ik zag, of dat daarvoor, of dat programma daarvoor... had ik eigenlijk met u willen bidden. Nou, bid met mij nu op dit ogenblik. En zeg heel eenvoudig, Heer, zeg het maar. Heer, kom in mijn hart. Kom in mijn leven. Nu. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik het verknald heb. En ik heb berouw van mijn zonden. Heer, wilt u mij vergeven? Was me schoon in het bloed van Jezus. Zodat ik weet dat ik uw kind ben. Dat u mijn vader bent. En ik dank u daarvoor. In de naam van Jezus. Nou, als u dat met mij gebeden hebt, laat me even weten of vertel het even aan iemand. Want in Romeinen 10 vers 9 daar staat het, als u zegt met uw mond dat Jezus Heer is en gelooft in uw hart dat God hem van de doden heeft verrezen, dan staat er, dan zult gij zalig worden. Je kan weten dat je weet dat je kind van God bent. Zo eenvoudig. Zo, stuur ons even een e-mail en we gaan nu eventjes naar muziek. Zo, blijf kijken. Even so. Even so, take your breath. How my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Spirit and the bride say, come. Even so, even so, come, Lord Jesus. The Lord is here tonight to heal you, your broken heart. The ministry of the Holy Spirit is taking place right now as we just sit quietly. Dat was zo mooi, hè? Het echt
echt raakt je even aan. Hè? Die soort muziek is zo prachtig. En zo is het ook met het spreken in een geestelijke taal. Ik weet nog wel, jaren geleden. Oh, dat is een hele tijd geleden, 35 jaar geleden. Meer misschien. Toen gingen Nati en ik, die gingen naar een kerk van de broederschap. En in Burbank, Californië. En daar hadden ze maandagavond hadden ze daar een gebedsdienst. En wij gingen erheen en we stapten binnen. En ik weet nog wel, er was een man van de Filipijnen en die sprak in tongen. En Adi die hoorde het ook. En Adi die zei, later toen wij naar huis gingen, ze zegt, dat heb ik altijd gedaan. En deze man sprak zo prachtig mooi in tongen. Hij huilde bijna als hij in tongen sprak. Maar hij sprak tot de Heer, hij sprak niet tot ons. En het was wel zo prachtig, zeg. Ik zei tegen Adi, ik zei, laat mij dat even horen. Hè? Maar hij zei, dat wou er niet. Maar goed. Toen begonnen we dat echt te onderzoeken, hè, in de Bijbel, wat het eigenlijk zei van het spreken in een geestelijke taal, het spreken in tongen. En we vonden uit dat inderdaad het is een gave van God en het is iets dat God wil dat je hebt. En waarom wordt het gebruikt? Het wordt gebruikt om eigenlijk met meer kracht te kunnen getuigen. En het is ook voor persoonlijke opbouw. En het is voor gebed. En het is ook een teken. Want in Marcus 16, zal ik even lezen later, dat was zo mooi. Daar staat dit. Dat deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan... in vers 17 van Marcus 16, dat zegt, en in nieuwe tongen zullen ze spreken. Zo, het is wel een teken dat je een christen bent. Dat wil niet zeggen dat als je dat niet doet, dat je niet een christen bent. Nee, er is een getuigenis van Gods geest in jouw geest als je ja zegt tegen Jezus. En diezelfde getuigenis is in het woord van God. Dat is eigenlijk een teken ook van de Heilige Geest. Dat je weet dat je weet dat je kind van God bent. Maar goed, God die wil ons die geestelijke gaven meer geven dan wij cadeautjes geven aan onze kinderen. En dat is wat ik heb gelezen eerder in Lucas 11 vers 13. Maar er zijn bepaalde verschillende soorten eigenlijk gaven. En ik zet ze altijd in drie categorieën. Die ene categorieën is de gave die gaat met spreken samen. En dat is één is tongen. En de tweede is vertaling of vertolking of interpretatie van de tong, uitlegging. En dan die andere is profetie. En dat zijn de gaven waar de tong of het spreken bij nodig is. Die andere gaven zijn gaven van, ja, wat ik zou zeggen, kracht eigenlijk. En dat is geloof en genezing en krachten of wonderen. Nou, dit programma heet Wonderen vandaag. Zo, we zitten daar dichtbij dan. En dan die andere drie, en er zijn dus negen totaal, drie en drie en drie. Drie, dat is tongen en vertaling van tongen en profetie. En dan die andere drie, geloof, genezing en wonderen. En dan de volgende drie zijn kennis en wijsheid en onderscheid of inzicht. En dat zijn eigenlijk gaven die je onderscheid geven of inzicht geven of wijsheid geven en kennis geven. Dat zijn ook gaven van God. Er zijn weer drie. Kennis, wijsheid en onderscheid. Onderscheiding van geesten. Zo, die drie, de eerste daarvan dan is eigenlijk tongen. En ik kan je wel zeggen, ja, maar kijk eens even. Het is eigenlijk wel een beetje ouderwets, hè, tongen. Maar dat is niet zo. Het is Bijbels en het is zeker niet ouderwets. Het is het mooiste wat je ooit kan gebeuren. En het is niet een
wat zal ik zeggen, een transcendental experience, ervaring. Het is iets dat werkelijkheid is en dat je heel gemakkelijk kan ontvangen. Wij gingen naar die kerk toe en voor de tweede keer. En we namen onze dominee mee en we namen een paar vrienden mee. Blok heetten ze. Ze waren zendelingen naar Mexico. En hij was net afgestudeerd in Michigan. En wij gingen er met z'n allen heen en daar sprak iemand en die heette Harold Bredesen. En Harold Bredesen was een dominee die dominee was in een kerk in New Jersey, vlakbij New York. En wat gebeurde er met hem is dit, dat hij was een wederom geboren dominee. En terwijl hij aan het preken was op de preekstoel, plotseling begon hij in toon te spreken. Nou, die gemeente die had het niet meer. Die mensen konden niet verstaan. En Harold, die wist ook niet wat hem gebeurde, want de geest van God kwam op hem. En in ieder geval, hij begon daarover te spreken bij verschillende zakenmensen, de christelijke zakenmensen. En de kerk die heeft hem vrijgezet, zou ik maar zeggen, van zijn bediening daar. En, maar Harold Bredesen die was daar in die kerk van de broederschap in Burbank en die zou die avond daar spreken. Het was weer op een maandagavond. En terwijl hij aan het spreken was en ik sprak niet in tongen, ik wist er helemaal niks. Eigenlijk wist ik er wel wat van nu, theoretisch en theologisch, maar ik had het nog niet ontvangen. Maar ik had er wel een honger voor. Ik had het echt wel graag, wou ik het hebben. En op een gegeven ogenblik, terwijl Harold aan het spreken was, broeder Harold, brak hij uit in toon. En hij bracht een boodschap in toon voor de gemeente daar, voor de mensen die daar waren. En het was wel eigenaardig, maar ik verstond ieder woord dat deze man sprak. En hij sprak niet in Hollands en hij sprak ook niet in Engels. Hij sprak in een vreemde taal. Eigenlijk een prachtig mooie geestelijke taal. En, maar ik verstond en ik begreep ieder woord dat hij zegt. En ik wist niet wat ik ermee moest doen. Ik begon rood te worden en begon te perspireren. En ik zat wel stilletjes natuurlijk, maar ik wist niet wat ik moest doen. En toen aan de andere kant van de kerk stond iemand op en die gaf de boodschap die God door Harold aan ons gaf als een gemeente daar. En hij zei precies hetzelfde dat God mij had gegeven. En hij gebruikte wel zijn eigen woorden, maar hij gaf de vertolking of vertaling of interpretatie van wat er net gebeurd was door de inspiratie van de Heilige Geest door deze broeder Harold Bredesen. En het opende mijn verstand en echt ook mijn geest voor wat God aan het doen was daar. Toen wist ik dat het inderdaad een gave was van God. En die avond ging door en in feite de Bloks en zijn vrouw die gingen ook naar voren en die ontvingen tongen, wij niet. En we gingen, Attie had tongen al natuurlijk, maar we gingen weer naar huis en op weg naar huis. Dus zei ze, nou, en wat denken jullie ervan? Ik zei, nou, dat is inderdaad van God. En ik vertelde waarom. De volgende dag was ik op het werk, op mijn werk, in mijn laboratorium. En ik was chemicus van beroep toen. En terwijl ik zo aan het werk was, kwam plotseling de Heilige Geest die kwam op mij. En ik deed mijn handen omhoog. En ik begon in toon te spreken, want er waren geen barrières meer. Er was niets om mij tegen te houden. En ik begon God te loven en te prijzen en te spreken in een prachtige, mooie taal die ik niet kende, maar ik had ik had zo'n prachtige ervaring van de nabijheid van de Heilige Geest en Jezus was zo werkelijk voor mij en ik begon hem te danken dat hij gekomen was voor mij en dat hij zijn bloed had geofferd voor mij
En dat ik hem zo lief had daarvoor en dat ik zo fantastisch vond dat hij eeuwig leven voor mij had gekocht. En dat ik hem echt niet alleen als God almachtig kon beschouwen, maar ook als een vriend. En het was een geweldige, mooie ervaring. En zo ontving ik eigenlijk het spreken in een geestelijke taal. En God die moest echt voor mij de kurk er even afhalen, zeggen ze wel eens. Maar toen hij dat die avond tevoren deed, toen Harold een boodschap gaf en ik kreeg de vertaling daarvan. Zo, je zegt wel eens wel, toon is het begin, maar voor mij was het de interpretatie of de vertolking van toon. Dat maakte me te realiseren dat ik inderdaad toon had ontvangen. Nou wil ik graag met u de gelegenheid geven om dat te ontvangen. Ik heb eigenlijk nog niet veel schrift gebruikt, maar het zegt wel hier dat in 1 Corinthians 14, vers 18, het zegt, en dit is Paulus die spreekt, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. En dat is zo fijn dat hij dat zegt. Dat hij spreekt in, dat Paulus ook in tongen spreekt. En er zijn 5 verschillende gedeeltes in de schrift waar het over spreekt over tongen. En daar ga ik direct over, maar ik wil u nu de gelegenheid geven om het te ontvangen. Ik wil voor u bidden op dit ogenblik. En zo waar u ook bent, als u al wederom geboren bent, dan kan u en dan mag u. En ik zou bijna zeggen, dan moet u tongen ontvangen nu op dit ogenblik. En Heer, ik vraag nu in de naam van Jezus dat u degenen die een honger hebben in hun hart, die wederom geboren zijn, Lord, dat u ze wilt zegenen met uw gaven in de doop van de Heilige Geest. En wilt u hen nu op dit ogenblik aanraken, Heer, zodat zij de vrijheid hebben om u te loven en te prijzen in een geestelijke taal. En wil u dat doen nu, Vader, in de naam van Jezus. Amen. Nou moet u gewoon beginnen en begin maar te spreken, want u moet het spreken doen. Maar de geest van God hier, hè, in uw binnenste, in uw hart, die geeft u de vrijheid om dat te doen. En dan begint u maar gewoon te spreken in toon en hem aan te bidden in toon. En u zegt gewoon, o Heer, ik heb u lief. Ik heb u lief. Ik hou van u en ik aanbid u. Halleluja. Ara mahashanda mahaya. Turiala matashita mahanda haya. Hasara mahashandra makatara haya. En als u dat zo begint te doen, dan begint u echt ook de aanwezigheid van de Heilige Geest te ervaren. Ja, ik ben weer eigenlijk aan het eind van het programma. Ik moet afscheid van u nemen. Ik wil u Gods zegen toewensen. En een geweldige week. En ga met God, dan ga je goed. Halleluja. Halleluja.